Zullen we beginnen? Oh, we kunnen gewoon beginnen. Wat heerlijk. Tegenover mij zit de man die we allemaal kennen als cabaretier, maar ook als zanger en liedjeschrijver van onder andere de nummer 1 hit uit 1997, Leven na de dood. Als de activist die opriep tot het boycotten van het WK voetbal in 1978 in Argentinië, de man van Nederlands hoop. En de man die 15 oudejaarsconferences achter zijn naam heeft staan. Met andere woorden, tegenover mij zit de Nestor van het Nederlands cabaret. Freek de Jonge! Ja, maar het zijn de nadagen van corona. We hebben geen publiek. Heb je normaal wel publiek? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Nee. Freek, wat fijn dat je er bent. Nou, graag gedaan. Ja, ik ben vereerd dat je in de podcast langs wilde komen. Laten we meteen even in de stemming komen. Ik wil graag een van mijn favoriete fragmenten aan je laten horen. Dat is uit je voorstelling Losse Nummers uit 1992. En voor heel veel mensen een heel herkenbare situatie. Wij maken dan een ritje en dan raken wij de weg wel eens kwijt. Ik zeg met opzet, wij, want mijn vrouw leest kaart. En als ze niet bezig is om het dashboardkastje even met de kruimeldief helemaal even uit te zuigen. Of dat ze op de achterbank ligt met een kont naar het raam toe om de hoedenplank even te rangschikken. Hè? En zodat andere automobilisten jaloers passeren en iets hebben van, nou, keurige hoedenplank, zeg, zag je dat? Keurige hoedenplank. Hoe is het om jezelf te horen? Niet prettig. Niet prettig? Nee. Oh. Nee, ik weet niet hoe jij... Ja, discjockeys hebben een hele andere... Nou, voor mij is dat... Nou, ik vond het niet prettig toen ik het voor het eerst terug hoorde. Nee, maar langzamerhand ben je er wel Maar nu ben ik er wel een beetje aan gewend. Ja, maar dit is voor mij meteen veel te opgewonden. En ik denk... als ik zeg maar mezelf een masterclass zou geven... Yeah. Zou ik zeggen, kalm aan een beetje. Aan de hand van 5 door jou gekozen fragmenten, door jouw prachtige carrière. Welke comedians en cabaretiers hebben jou geïnspireerd? Tegen wie kijk je op? Wanneer is het allemaal begonnen? Laten we beginnen ook bij het begin. Je bent geboren op 30 augustus in 1944. Opgegroeid in de naoorlogse jaren, in de wederopbouw van Nederland. Was er veel humor en optimisme vroeger bij jullie thuis? Bij ons was wel vrolijk, ja. Ja? Ja, ja, ik zit op dit moment midden in een boek over... De halve eeuw van mijn vader. Mm-hmm. En dan ben ik aangeland in 1946. Toen gingen ze naar... Dus 2 jaar na mijn geboorte gingen ze naar Friesland, naar Workum. En dat waren wel vrolijke, positieve jaren. Ja. Maar goed, in 1947 verloren mijn ouders al een tweeling. Dus dat was ook weer niet zo verschrikkelijk plezierig. Maar de tijd, er is over de jaren 50 wel vaak gesproken alsof het een beetje bedompte burgerlijke periode was. Maar een beetje onbestembare... Moet je je voorstellen dat wij hebben meegemaakt in 1955, 56 de geboorte van de rock'n'roll. Ja. En dat was fenomenaal met een kristalontvanger en met een veel Mexicaanse hond op de zender. Maar dat vonden mensen leuk die jong waren, die wat ouder waren, konden dat niet aanhoren. Nee, toch? Maar die moesten zich te pletten werken. Ja. En het was het, de schaarste was natuurlijk interessant. Mm-hmm. Ja, als ik nu om mij heen kijk naar jongelui van mijn leeftijd, zie wat ze allemaal aan apparatuur bij de hand hebben, ook al om zich voor te bewegen. Er is bijna niemand meer die een fiets onversterkt doortrapt. Het is en alles is vanzelfsprekend. Ja. Gisteren liep ik het stadion binnen in Amsterdam voor die voetbalwedstrijd Nederland Oekraïne. Ja. En er lopen 4 jongetjes achter mij die roltrap op. En dan heb ik geen tel het idee dat ze onder de indruk zijn, dat ze dit mogen en dat dit kan en dat ze daar... Ze zullen best opgewonden zijn, hoor. Daar gaat het niet om. Maar er zit zo ongelooflijk veel vanzelfsprekendheid in. Ja. Ik kreeg ook een kaart toegezonden voor deze wedstrijd. Nou ja, die ziet er dan uit. En dan denk ik aan die meneer die zo'n kaartje van 25 cent afscheurde en dat zo... Ja, het is een beetje over de top allemaal. Maar zeg je nu dat we te verwend zijn in deze periode? Nou, daar kun je wel van uitgaan, ja. 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 Maar en dat maakt het natuurlijk ook heel erg moeilijk. We hebben een jaar een beetje op water en brood gezeten. Ja. En dat gaat deze zomer gaat dat weer los. Mm-hmm. Nou ja, dat is fijn, toch? In Amerika hebben ze er al een term voor. Ja, het is fijn, zeker.
Zeker. En ik wil daar niet benepen over doen. Maar tegelijkertijd, we hebben zo'n kans gekregen van een jaar om ons te bezinnen op het leven. Ja. En om nieuwe wegen in te slaan. Maar het wordt waarschijnlijk drie keer meer van hetzelfde. Ja. En goed. Oké, ga je gang. Ja, de vraag was eigenlijk, hebben jullie veel gelachen thuis vroeger? We hebben veel gelachen. Ja. Mijn vader was iemand die de lach niet schuwt. Ik kon heel erg met mijn moeder lachen. Mm-hmm. Ik kon mijn moeder heel erg aan het lachen maken. Ja. Ze lag af en toe dubbel op jou, hè? En je had in die tijd een aantal komieken. En de radio was echt een ding. Hè? Mijn schoonvader Eliasser amuseerde het volk met zijn radiofeuilletons. Mm-hmm. Ja. En die schreef monologen voor Wim Sonneveld. Die was dan Willem Parel. En dat was... heel erg om te lachen. Ja. Wim kan, maar ook vooral in je herinnering en zeg maar met een beetje de nostalgie eroverheen. De eerste herinneringen van jou aan cabaret was Toon Hermans. We hebben een fragment uit 1958. Jij was toen 14 jaar. Ja. Voordat we erover gaan praten, laten we eerst even luisteren naar Toon Hermans. Die was toen 42. Ja. Mijn vrienden. Ik zit soms zwaar te denken over zonnen, zielen, hemelrijk. Maar eveneens verbijstert mij de uitslag Ajax-Elinkwijk. Daar wil ik mee zeggen, vrienden, dat ik mij min of meer schuldig maak aan een vrij veel voorkomend menselijk euvel. Namelijk de tweeslachtigheid. Is de tweeslachtigheid een onoverkomelijk euvel? Wel, nee. Wij mogen dit euvel zien als een vluchteuvel. Een vluchteuvel in een wereld zo vol spanning, in een wereld zo vol emoties, een wereld waarin de mens nerveus zo niet neurotisch dreigt te worden. Jij was 14 jaar, wat gebeurde er met je toen je dit hoorde? Ja, nou, dat was al meteen betoverend. Hier was ook beeld bij. Hè? Dat was de eerste show van Toon Hermans die rechtstreeks uitgezonden werd op televisie. Mm-hmm. En een jaar, als je zegt, dit is uit 58. Ja. Ja. Dat was ook het jaar waarop, ik denk dat ik nog geen 14 was, want ik ben van augustus. In 58 deed ik een eerste optreden op school. En ik weet niet of dat nou net voor of net na deze show was. Maar dit was voor mij helemaal... Ja, dit ging ik doen. En de timing en de ongegeneerde hoeveelheid woordspelingen. En ik leefde enorm met de man mee. Ik kan dit bijna nog letterlijk wel meezeggen, ja. Wat maakte hem zo goed? Wat was nou de magie van Toon Hermans? Dat is een hele goede vraag. Dat is precies de magie. Kun je het vatten? Hij heeft een... In de eerste plaats is daar... De vraag van het publiek die beantwoord wordt door de artiest. En dat is eigenlijk van tevoren is die afspraak al helemaal gemaakt. En dus geeft dat publiek zich volledig. En dat vertrouwen van de grappenmaker die hij is. Dat geeft hem een manier van timing die zo onwaarschijnlijk
beheerst en kalm is. Mm-hmm. En dat is nou wat ik nou net zei over mijn eigen toon. Daar hoor je dan denk je van nou, rustig. Niet zo opgewonden. Terwijl, het was natuurlijk in het begin onze kwaliteit dat we razendsnel waren. En er overheen gingen. Maar hij heeft... Hij geeft het publiek de tijd om daarin mee te gaan. En het publiek geeft hij ook de tijd om zeg maar voor te denken welke kant gaat hij op. Mm-hmm. Het publiek zit in zijn eigen hoofd al te associëren en fantaseren. En dan af en toe dan neemt hij die zijafslag, ook de uitslag Ajax-Edinkwijk. Dan opeens buigt hij af nadat hij heel erg... Dus ja, dat werkt als een gek. En dan weet hij op een zeker moment dat publiek in een roes te krijgen. Dus ja, wat is nou dat de magie van het theater? Dat is in de eerste plaats is dat het charisma van de artiest, waar het publiek voor buigt en voor komt. Ja, dus het publiek moet het gunnen aan de persoon die op het toneel Zeker, staat. Zeker, want dat is wel grappig. Als ik nu optreed, Helle die heeft wel eens achter jonge mensen gezeten terwijl ik dan optrad. Mm-hmm. En die hebben gewoon... er gebeurt helemaal niks meer mee. Dus die... Die kennen jou niet maken, goed genoeg. Nee, maar die maken dus geen deel uit van die afspraak. Nee. Dus die weten niet precies... Dat het leuk bedoeld is. Dus die gaan er ook... misschien is de... Maar die hebben toch een kaartje gekocht. Dus die moeten toch weten waar ze naartoe gaan. Ja, maar soms is het abonnement. Of het was een keer in een totaalprogramma. Weet je. Zo'n programma voor iemand die zoveel jaar bestond. Dan mocht ik ook wat doen. En ze zag zo om iedereen hartelijk lachen. Ja. Maar als we even teruggaan naar Toon Hermans. Ik moet altijd aan mijn vader denken. Mijn vader die zei altijd over Toon. Zij waren... ongelooflijk fan van Toon Hermans, maar ook van Wim Kan en van Wim Sonneveld. Maar bij Toon Hermans zei hij heeft het over niets. Ja. En toch lig ik dubbel. Wat hij en dat is in dit nummer is dat ook al zo, een spreker. Maar hij heeft bijvoorbeeld ooit dat nummer gedaan van die voorzitter. Ja. Die de avond opent en met die dames. Mevrouw Hutjes. En dan doet hij in wezen niks anders dan het telefoonboek voorlezen. Ja. En dan werkelijk, op zeker moment bij iedere naam ligt die zaal gewoon in katzwijm. Dat is fantastisch. En dat vind ik van hem, en daarom vind ik hem ook de grootste. Die kwaliteit dat hij iets kan maken uit niets. En je daar echt heel erg mee aan het lachen kan maken. Dat is heel knap. We gaan even een klein sprongetje maken in de tijd. We gaan naar een van de andere mensen uit de grote drie. Toon Hermans, Wim Sonneveld en Wim Kan. Je wil graag het lied Jelle zal wel zien van laatstgenoemde laten horen. Waarom precies dat nummer? Nou, ik had ook wel een stukje conferentie uit die tijd. Maar dat, dit geeft wel een beetje zijn stijl weer. En de manier waarop hij erin stond. Hij bracht eigenlijk de actualiteit. Veel meer dan Toon Hermans. Bracht hij de actualiteit in zijn programma. Veel politiek, toch? Ja, maar als je dat... Ik heb eens een keer voor een serie aparte dingen heb ik een conferentie van hem geanalyseerd, 1956. Ja. En 1956 was het jaar waarin Rusland Hongarije binnenviel om een opstand neer te slaan. Waarin Engeland en Frankrijk samen de strijd aanbonden tegen Egypte om het Suezkanaal. De Greet Hofman-affaire. Het was een waanzinnig jaar. En geen woord daarover. Nou ja, als je dan uiteindelijk ziet. Ja. Een paar woordgrappen, zal ik maar zeggen. En dan ook de standpunten. Maar toch is over het programma ontzettend veel te doen geweest. Dus dat is zo fascinerend om te zien. Waar mensen zich toen over opwonden. Ja. En over hun toon en over de manier waarop. Daar hij het koningshuis dan. Hij was heel erg aardig eigenlijk tegenover de koningin. Maar daar was een hele hoop mensen zijn erover gevallen. Maar ja, zijn kwaliteit is dan weer dus heel anders dan Toon Hermans. Hij heeft dus wel degelijk iets bij de kop. Waar hij het over wil hebben. Het publiek zit daarin ook met zijn eigen standpunt. En weet ook waar de problematiek ligt. Dus als er een kleine suggestie is die in wrijft tegen. Het is niet dat
recht toe, recht aan wat het langs brand geworden is. Men gaat nu gewoon recht in de scheur. Maar dat, ja, dat kon toen helemaal niet. Je moest echt je woorden... Moest eerst met een omweg moest je het duidelijk maken. Heel erg zorgvuldig je woorden kiezen. Het gaat over Jelle Zijlstra. Ja, 134 dagen lang was hij premier. En het heet Jelle zal wel zien van Wim Kan. Niemand weet wat of het wordt. 900 miljoen tekort. Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Wie er mee gaan. Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Het dekkingsplan, dat is nou akkoord. De stier van Potter is ook aan boord. Waar we heen gaan. Wie er mee gaan, Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. De oude kals staat aan de kant. Die had een gaatje in zand. Wie er mee gaan, Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Waar we vol, er staat een storm. Het wordt een duikboot, dat is ook enorm. Cor Verolme, die roept hoera. We varen door naar Zuid-Afrika. Waar we heen gaan. We gaan duiken. Wie er, we gaan onder de Jelle zal, we gaan onder de loongrens door. Hier is Bakstak in New York. Bakstak in New York. Ik wens u allen een rust voor spoedig nieuwjaar. Bakstak in New York. Langzaam gaan we het nieuwjaar. Hier is Bakstak in New York. En waar we heen gaan. Hoe zou dat nu gaan? Stel dat Wim Kan nu had geleefd met de politiek nu. Wat zou er gebeurd zijn dan? Want dit is zo, het is ook zo netjes ook, het is toch? Helemaal keurig. Ja, het is helemaal keurig, ja. We hadden al een beetje een hekel aan het lied. Dat krijg je natuurlijk maar het vordert steeds meer. Maar je ziet dat Frank Lammers heeft nu een... met dat Frank de Boeren succes. Het is nog steeds dat systeem. Ja. Een bekende hit en daar een kleine verandering in naam. Ja. En dat werkt dus toen, ja... Het grappige daarvan is ook nog weer dat in die tijd de Beatles een totale andere publiek vertegenwoordigden dan wat er in dat Wim Kan waar Wim Kan voor speelde. En ja, toch zie je die gretigheid en die band die er gelegd wordt tussen die twee dingen. Dat vind ik leuk. Was dit de opmaat naar de Nederlands Hoop? Nee, Nederlands Hoop was in het begin... eigenlijk helemaal niet politiek. Nederlands Hoop was in het absurdistisch. Gewoon ja, gekkigheid. Als je dat eerste programma luistert, dan veel woordspelingen en veel rare wendingen. Maar dat je nou zegt een stand. Dat begon er bij Nederlands Hoop Express pas weer eigenlijk goed in te komen. En dat door 78 hebben we helemaal dat ding gekregen. Maar ja, het was de tijdgeest. Hè. Je ging allemaal toe mee in in die linkse trein... die rechtstreeks op het grote geluk afstevende. Ja, ja. Oké. Okay. Okay. Want als ik aan Nederlands Hoop denk... dan denk ik wel aan een activistisch, activistisch duo. Dat viel reuze mee, hoor. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja. Ja, we hadden... Ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben. Ja, maar dat is er later ingekomen. Die eerste voorstellingen, dat was... de eerste show... Daar zou ik helemaal niks over kunnen zeggen. De tweede show begon het enigszins wat te worden. Hè? Die teksten, die stelden wat voor. En dat hele idee, Maar nou, bij Nederlands Hoop Express waren we echt een... dat was wel een beetje... Maar wanneer kreeg je het gevoel van, nu hebben we iets in handen? Nou, dat was wel meteen aan het begin. Want het lag in die zin, lag dat eerste veel dichter bij Toon Hermans. Mm-hmm.
En Toon Hermans kwam ook af en toe, als we spraken, dan zei hij tegen mij, je moet meer dat clowneske van jezelf moet je uitspelen. En niet zozeer dat activistische en dat... En hoe reageerde jij dan? Je doet toch wat je zelf wilt. Maar... Ik wil net zeggen, jij was natuurlijk een stuk jonger dan hij. Hè? Ja, maar hij was natuurlijk de oude man. Nou ja, bij hem, precies wat we hebben, waarvan ik nu zeg, dat was geniaal. Dat het nergens over ging. Ja. Dat was juist in die tijd van het gepolariseerde standpunt innemen. Dan moest je echt ergens voor staan en dit afkeuren en dat afkeuren. Ja. Maar dat had hij niet en wij hadden dat wel veel meer. Dat is ook vooral, denk ik, voor een deel door de interviews gekomen die we gaven. Mm-hmm. En die waar Bram ook regelmatig het voortouw nam. En die kwam uit een sociaal-democratisch nest. Dus die wist helemaal hoe het moest. Ja. Tuurlijk. Wat herinner jij je van de eerste keer dat je het podium opging? Wat gebeurde er met je? Nou, ook het deel van de magie is dat je het zelf ook niet helemaal in de gaten hebt. He, dus het overkomt je. En als het je 20 keer overkomen is, dan heb je wel ongeveer een idee wat het is. Mm-hmm. Maar dus die eerste keer... we hadden in Groningen 2 of 3 jaar geleden een expositie. En in 6 weken waren we aanwezig bij een aantal spullen. En er kwamen mensen en er kwam een mevrouw naar mij toe. En die vertelde dat ze mij als 8-jarige op een bruiloft een versje had horen opzeggen. En het ging over een zwarte man die met een blanke vrouw getrouwd was. En na 9 maanden kwam er een spruit. En die was als een dambord zwart-wit geruit. Dus dat was de... Maar, dus de, zeg maar, inhoudelijk zou het nu niet meer... Niet meer kunnen. Maar zij vertelde toen dat die mensen die daarna zaten te kijken... wel iets bijzonder... en zij ook iets bijzonders hadden meegemaakt. Ja. En zelf had ik dat ook wel een beetje gevoeld. Dus dat was een van de eerste aanzetten waarop ik dacht... Oh, toen was je 8 jaar. Toen was ik 8 jaar. Ja. En waar we net op hadden, 58, trad ik dus voor het eerst op een schoolavond. En toen brak het echt door in de zin van, ja, dat was echt hilarisch. We gaan naar een collega voor wie jij veel respect hebt. Dat is iemand die ik het vorige seizoen heb mogen ontvangen in staat van stand-up. Brigitte Kaandorp. Waarom heb je zoveel respect voor haar? Wat bewonder je aan haar? Nou ja, haar, dat ze geestig is. En dus dat ik allemaal kan lachen. Dus ik kan niet om zoveel mensen meer lachen. Het is wel een beetje een beroepsafwijking ook. Maar, we hebben al gezondigd bij het antwoord op de vorige vraag. Vrouwen en humor is altijd een heikel combinatie geweest. Dat vind jij of dat is zo? Nou, je hebt Lucille Bol. Dat vond ik echt fenomenaal. In Nederland had je... tot aan Brigitte Kaandorp... niet echt een vrouw waar je nou om kon schateren. Nou, Connie Stuart was een hele goede... Nou, we hebben Claudia de Breij. We hebben Tineke Schouten bijvoorbeeld ook. Er zijn Kim Schuddeboom, een nieuwe aankomend talent. Ja. Goeie achternaam. Ja. Waar ik voor ga voor... We hebben het nu even over voor Brigitte Kaandorp. Okay. Had je Tony Huurdeman? Mm-hmm. Nee... Connie Stuart kon leuk, was in de radioshow. Maar echt een vrouw die een conferentie hield, dat was niet gebruikelijk. Nee. Zij deed dat dus geweldig. De vrouwelijke clown hebben we het hier even over. Lucille Bol, ik weet niet of je dat iets zegt. Maar, zeker. Nou, dat was fenomenaal. Ja. En die was echt... Ja, de 50 ook, toch? Zo verschrikkelijk geestig. Ja. Ze zijn er wel, maar waarschijnlijk is het om dezelfde manier waarom mannen de baas waren. En daarom de meeste mannen ook grappenmakers waren. We gaan het zo hebben over vrouwen en humor. Laten we eerst even naar Brigitte gaan luisteren. Ja. Je hebt een fragment aangevraagd over gluten. Ken je die vrouwen? Zoiets weet ik veel. Ik verzin het ook maar. Maar dit is dan zo'n vrouw die is dan in één keer allergisch voor gluten. Nou, je hebt nog nooit een gluten gezien. Weet jij wat een gluten is?
Nee, en dan komt ze... Nou ja, je hebt ook heus wel mensen die zijn echt allergisch voor gluten. Dat weet ik ook heus wel. Maar dit is dan zo'n vrouw, die komt dan op je kerstdiner... en dan moet je al je gluten het huis uitjagen, weet je wel. Of je moet ze allemaal gevangen houden in één koektrommeltje... en dan moet je helemaal een glutenvrij kerstdiner koken... en dan zit iedereen met lange tanden dat kerstdiner te eten, weet je. Ja, want je kan ze niet zien, maar je mist ze toch als je ze niet mag gebruiken. Weet je hoe dat werkt? Ja. Nou, en er zit na afloop iedereen een beetje met koffie en thee en cognac... dat droge, glutenvrije diner weg te spoelen. En dan zie je die vrouw zo opeens een beetje gedachteloos uit die koektrommel... een paar van die van ja, zoiets, weet je wel. Ja, heel grappig is het. Nou, ja. Dat gaat vrij lang door. Ja. En het mooie is dat dit is eigenlijk een mengeling van Toon Hermans en Wim Kan... In haar conferentie techniek. Ja. Dus het gaat alweer nergens over. Maar dat herhalen van die met die korte zinnetjes, het publiek erbij betrekken. En samen, weet je wel, dat weet ik niet, ken ik niet. Ja, dat is Wim Kan. Ja. Zij heeft jij wel eens gebeld, toch? Voor advies. Ja. Ja, toch? Nou, wij bellen regelmatig. En ze zat op een zeker moment in een dip. Okay. En in een artistieke dip. En vroeg of ze langs mocht komen. En dat heb ik, dat zei ik prima. En toen zei ze, wat moet ik doen? En toen heb ik haar geadviseerd er onmiddellijk mee ophouden. En, is dat het beste? Nou ja. Het beste advies wat je krijgt? Dat is het schokeffect. Want dan denk je, wat zullen we nou krijgen? Ja, ja. En dan kom je even voor het punt te staan van... trek ik me iets van die man aan? Nee, ik ga gewoon door. En dan is precies bereikt wat je wilde bereiken. Ja. En als ze stopt, is het ook goed. Want ja, dan was er kennelijk geen motivatie... Intrinsieke motivatie. Maar ik neem aan dat je nog wat meer adviezen voor haar had. Nou, we hebben er wel over gepraat. Maar ik ben niet zo'n voorstander van zeuren over artistieke crisis of zoiets dergelijks. Hoezo niet? Want, nee, dat is een ander van harte gegund. Maar het is als je zo bevoorrecht bent in het leven dat je al dat mag doen... Moet je dan gaan zitten klagen dat het zo moeilijk is? Nee, dan moet je even doorzetten. Ja. Tuurlijk. Er zijn mensen die moeten dagelijks... Nou ja, het is in Nederland niet meer, maar met een helm op en een lamp de mijn in. Ja. Dat is moeilijker, hoor. Dus niet zeiken en gewoon doorgaan. En doorgaan. Kijk, dat heeft weer een vriend mij geleerd ooit. Het zogenaamde writersblok. Hij was uitgever. Mm-hmm. En dan had hij ook van die schrijvers, die hadden dan een writersblok. En dan zei hij ook, ja, maar dat betekent dat je gewoon niet meer wil schrijven. Dus dan moet je dat ook niet meer doen. Nee. En dan krijgen ze vanzelf iets van wat ik wil wel schrijven. Heb jij veel contact met collega cabaretier? Niet overdreven veel. Nee? Nee. Maar ik spreek er voldoende genoeg. Ja. Eigenlijk wat beter. Ik weet niet zo goed waar het antwoord nu naartoe gaat. Maar... Nee, nou, het gaat wat beter. Ik was wel heel erg op mezelf. Ja. En ik heb nu regelmatig contact met... Heb je vrienden aan overgehouden? Of is dat te groot? Nee, dat is wel te groot, denk ik. Ja. Ja? Ja, nou, er ontwikkelt zich wel een vriendschap met iemand. Ja, dat kan ik dan niet meer... Dat durf ik wel te zeggen, maar... Met wie? Maar okay. dat merken de mensen wel. Maar daar ben ik dan ook weer zo... karig in, zal ik maar zeggen. Omdat ik vind, dat kan je ten opzichte van hem weer niet. Nee. Dan ga ik daar... Misschien denkt hij er wel heel anders ook over. Oh, oké. Okay. Maar goed. Het lijkt wel een soort liefde die ontstaat tussen mensen van 16. Nee, ik hecht heel erg aan vriendschap. Ik vind het, ik vind het iets heel groots. Mm-hmm. En daarom heb ik ook niet zoveel vrienden. Nee. En het is ook moeilijk. Het is ook heel erg moeilijk. Nou ja, maar verklaar dat eens. Wat is moeilijk? Nou, het is heel erg moeilijk om met mij om te gaan. Of tenminste niet zozeer met mij, maar ook met roem om te gaan. Met een bekend iemand. Mensen zijn over het algemeen onhandig. Mm-hmm. Zeggen soms dingen waarvan ze geen idee hebben hoe kwetsbaar de ander is. Hè? Want je hebt toch, als je wat... bereikt hebt en je hebt een bepaalde zekerheid, straal je uit, een bepaalde vertrouwen, dan denken ze dat je helemaal gevoelloos bent. Ik heb een aantal dingen ervaren, gewoon met
Met mensen waarvoor ik ben ik een beetje schuw. Ja. En ik heb een fantastische relatie met mijn vrouw. Ja. En die is bijna... Is dat je beste vriend? Din? Nou, vriend ook. Ja, of beste vriend ook. Ja. Beste vriend ook, zeker. Ja, ja, maar dat is, ja, ja, dat is iets. Ja, dat is iets heel bijzonders, ja. Ja. Hoe lang zijn jullie al bij elkaar? Wij waren dit jaar 50 jaar getrouwd. En we zijn anderhalf jaar na de eerste ontmoeting in het huwelijksbootje ingestapt. Dus 51,5 jaar. Ja. De vrouw waar je ongelooflijk veel respect voor hebt. Hè? Ja. En dat groeit nog steeds. Als je haar leven kent voordat ik met haar was. En wat we er samen... Niet simpel hoor. Het was helemaal niet zo... Het was geen... Mensen vragen altijd hoe moet dat. Maar we hebben enorm ook gestreden om het voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. En dat is gelukt. En dat is bijzonder. We gaan het over jouw eigen trots hebben. Maar er viel mij iets op jouw website en op jouw YouTube-kanaal. Staat zo ongelooflijk veel informatie en werk van jou. Er is volgens mij geen enkele cabaretier die zijn hele oeuvre zo online heeft gezet. Nee, maar ja... Je kan het ook onder ijdelheid scharen, maar... Nou, dat was mijn volgende vraag. Is dat ijdelheid of niet? Ja, maar goed. Bob Dylan heeft net zijn hele oeuvre voor 600 miljoen verkocht, geloof ja. ik. En Paul Simon hetzelfde. En ik heb iets met die auteursrechten en al die dingen. Ik heb het verdiend. Dit is mijn... Dit is mijn erfenis. Dit geef ik gewoon terug en klaar uit. Ja. En dat maak ik heel compleet. En in de loop der jaren krijg je natuurlijk een fantastisch beeld over hoe die tijd waarin ik geleefd heb eruit zag. En het is voor sociologen en antropologen een gouden. Ja, en ook een hele kluif, want er staan 525 video's. Ja, er staat heel veel op. Ik heb het allemaal gemaakt en met veel plezier gemaakt. En doe ermee wat je wil. Ik denk dat ik een van de websites ben met niet al te veel kijkers, maar wel met mensen die langdurig kijken. Ja. Dus ik had op een zeker moment heeft iemand dat nagekaart. Nee, geloof ik iets van 1 miljoen uur dat mensen daarna gekeken hadden bij elkaar. Ja. Maar dat zijn dan iets van... 100 of 2000 of 2000. Maar dat verbaast mij altijd. Als ik dus naar de collega's kijk, die hebben dan 540.000. En dan bij mij komt het zo 30.000, 40.000. Van een hele andere orde. Ja. Ja. Maar ja, als ze maar lang kijken, toch? Dat is belangrijk. Ze mogen ook niet kijken, hoor. Nou, ik denk als ze naar de site toe gaan, dat ze het wel willen zien. Je bent in ieder geval heel trots op het volgende fragment. Uit 2009 over de Mexicaanse griep. Een fragment dat het afgelopen jaar enorm veel is gedeeld door coronacritische mensen, volgens mij. Ja, dat is nou een die gaat boven de ton opeens. Want ik val opeens. Dat had je niet verwacht. Ik val opeens in de smaak bij de verkeerde groep. Dat was. Het is heel raar. Dus, ook wel. Ja, grappig natuurlijk. Ja, want het kwam allemaal op Facebookpagina's van Wappies, toch? Ja, heel, heel erg. Omdat ik daar precies zeg wat zij nu. Wat zij nu beweren over corona. Over corona, ja. Het was toen de Mexicaanse griep die met veel bombarie was aangekondigd en over ons zou trekken. En dat ging niet door. Nou ja, maar je kan niet zeggen van corona dat het een hype was of zo. Het heeft toch wel behoorlijk toegeslagen. En daarom is het wel grappig dat men wil blijven vergelijken met die Mexicaanse griep. Ja. Het is natuurlijk niet zo. Laten we gewoon luisteren. Het is werkelijk de grootste zwendel van de afgelopen jaren. Ja, want er zijn tot nu toe, ze hebben vandaag weer het glas gegeven, want dat doen ze dan bij het RIVM. Als er een dode is, dan wordt daar het glas gegeven. Ja, ze zoeken hun gelijk. Dus elke keer, ja hoor, er is er weer één. Normaal gesproken gaan er per jaar 3000 mensen dood aan de griep. Dit jaar 53. 53! En dan hebben we
hebben voor 120 miljoen hebben we van die vaccins gekocht. Veel te veel. En dan proberen we, en dat is dan nog het gluiperigste van alles, proberen we er nu wat we over hebben te slijten aan Macedonië. Dat is ook weer zo ongelooflijk gluiperige Nederlandse handelsgeest. VOC-mentaliteit. Wat is... We weten dat het helemaal niet. Want die tweede prik, wie van u heeft een prik genomen hier? Wie van u heeft een prik? Laten we het even anders stellen. Wie van u kijkt naar boer zoekt vrouw en heeft zich laten inenten? Maar wie heeft nog een tweede prik genomen? Oeh, nou het gaat nog wel een paar jaar, lukt het nog wel. Maar uw immuunsysteem is in zijn grondvesten aangetast door de tweede vaccin. En gaat heel langzaam worden u van binnenuit uitgehold. In uw behoefte om te willen deugen. Ja. Had je verwacht dat het zo snel, dat het zoveel gedeeld zou worden? Nou, dat het terug zou komen. Hè? Nee, helemaal niet. Nee. Het was in die tijd was het heel erg to the point. En eigenlijk, ja, je kan het er één op één opleggen. Ja. Waarom wilde je dit laten horen? Nou, omdat ik het wel weer provocatief of uitdagend vind dat dit opeens naar boven komt. Ja. Toen Femke Halsema had vergeten die demonstratie af te gelasten. Ja. En toen had ik er ook gezegd van, nou ja, dan noem ik gewoon mijn voorstelling een demonstratie en dan kunnen de mensen ook komen. Ja. Kreeg ook opeens 300.000 reacties. Ja. Ja. Dan opeens. Dan wordt er gealarmeerd en dat zijn dan die chatgroepen of zo. Mm-hmm. De laatste keer dat ik zoiets had was... Wilders uitzonderingen dagen laten is niet goed bij zijn hoofd. En, en dan zie je dat kabbelt dan zo'n beetje zo de eerste 5000. Maar dan opeens, dan landt het ergens. En dan zie je het aantal reacties toenemen. Die gaan dan meestal zo over de 500. En dat aantal gaat dan boven de 100.000. Dat is echt geweldig. Ja. En daar was je in het begin, kon je er nog een beetje overstuur van raken. Omdat er nogal wat gedebiteerd wordt. Maar ja, dat is nu alleen maar, het is nu alleen maar leuk. Kun je nog een beetje vinden in de social media? Of niet? Nou, ik heb veel plezier met Twitter toch wel altijd. Ik schrijf daar af en toe een serieus stukje, plaats een filmpje of iets. Mm-hmm. En ook toch af en toe probeer ik nog wel iets leuks te bedden te brengen. En ja, ik heb daar over het algemeen goede reacties. Zo. Maar Twitter is toch wel een soort rioolputje van social media. Toch? Af en toe, als je ze happen. Ja. Dus af en toe als ze happen, ja, dan ben, oh, dat is het. Dus ben je even de lul. Ja. Of niet, want ja, wat stelt het voor? Ja. Door het getal wordt het opeens iets, maar... Als iemand je een boerenlul vindt, nou ja, zo so be it. Je bent nu in de 70. Heb je alles gedaan wat je wilde doen? Vind ik vriendelijk gezegd. Ja. Je zit hier nog. Nou, ja. Maar dat had ik 20 jaar geleden al. Maar er zit toch een twijfel in? Of? Nou, ik ben nu bezig met dit boek. Dat is deel 1 van een autobiografische serie. Ja. Deel 2 is al uit. Dus dat sluit mooi aan. Mm-hmm. En dan, ik wil nog tot 6 delen komen. Dus dat is nog wel een aardige opdracht. Maar en dan, ja, optreden. Ik weet niet of ik nog echt nieuwe programma's ga maken. Maar ik blijf gewoon optreden. En af en toe is iets speciaals voor iemand of een instelling. Mm. Of ik nog langer tournees ga doen, ik weet het niet. Maar ik ga ook niet zeggen dat ik het niet ga doen of stoppen of zo. Ik ga niet stoppen. Was dat vermoeiend? Ik ga nooit stoppen, nee. Nee? Nee. Nee. We hadden... Krijg je er energie van? Nee, ja, tuurlijk. We hadden het er vanmiddag nog over op het voetbalveld. Toen iemand zei, moet je nog optreden vanavond? Want dan zul je wel moe zijn of zo. Ik zeg, nou, al heb ik 2 marathons gelopen, optreden kan ik altijd. Dus dat is een. Dat zit zo in je systeem, daar word je nooit moe van. Maar
Klopt het? Of ik weet het niet, maar als ik jou, want ik ben vroeger naar jou toe geweest in het theater. Ik had het idee dat jij kapot was. Nee, 8 uur in de sportschool stond. Nee, nou ja, als je avond of een avond aan avond. Dus ik heb je zien rennen, vier zien springen, avonden in de week optreden, dan kun je dat wel. Dan is dat je training. En dat. Er was een Belgische hardloper, dus zijn hart ging langzamer slaan als hij hard liep. Dus die had. Dat was zijn gewone doen. Dus, ja. Moet nou ook weer niet te langzaam zijn natuurlijk. Nee. Als je ging sprinten, dan stond ze stil. Ja. En dan komt hij ook niet ver natuurlijk. Nee. Goed. We zijn aan het eind gekomen, Freek. Van deze podcast. Dank je wel. Wat een heerlijkheid, hè? Dat je eens een keer rustig uit kan praten. Hè, ja, heel fijn is dat. Dat is het wonder van de podcast. Ja, aan het eind van de podcast geef ik altijd mijn gast het laatste woord. Dus ik wil dat graag ook bij jou doen. Amen. NPO Radio 2.